President Chandrika Prasad Santokhi heeft een crisisteam veiligheid in het leven geroepen waarin verschillende ministers participeren. Het staatshoofd wil hiermee ervoor zorgen dat de veiligheid en bezittingen van de samenleving en de groepen die protesteren gewaarborgd blijven. Deze acties zijn ondernomen vanwege de protesten die sinds afgelopen maandag gaande zijn in Suriname. Maar ook voor het preventief optreden. Ook om ervoor te zorgen, namelijk dat geen ernstige strafbare feiten gepleegd worden. En gelukkig zie ik ook leiders ook oproepen, namelijk voor ordelijk verloop van de betogingen, dat leiders ook oproepen om bepaalde handelingen niet te verrichten, omdat die allemaal strafbare feiten allemaal gaan opleveren. En dat is wat we nodig hebben. En ik heb ook tot nog toe een beroep gedaan op al die leiders. Laat er een goede afstemming zijn. Er moet een interne ordendienst zijn, ook bij de protesterenden. Dat er een goede afstemming is met de ordendiensten van de overheid, van de regering. Zodat er een goede afstemming kan zijn over procedures, over actiemodellen, over looproutes. Zodat ze ook een beetje beschermd kunnen worden. Want mensen kunnen goede bedoelingen hebben voor deze demonstraties. Maar daartussen moeten we wel waken dat er kwaadwilligen zijn. Daarbuiten moeten we wel waken dat er kwaadwilligen zijn. Die andere dingen zouden willen doen. Die andere dingen ook doen. Het staatshoofd geeft ook te kennen dat de regering bereid is te werken aan de eisen van de groep actievoerders. Zo zijn er al enkele besluiten genomen die gebaseerd zijn op dat wat het volk eist. Heet hangijzer zijn de gronduitgiftes van het Sabaku-project. De president zegt dat deze uitgiftes opnieuw plaatsvinden. Maar wat we nu al beslist, namelijk dat alle personen, en de personen kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die percelen gehad hebben in strijd met procedures, dat we die allemaal gaan intrekken. Maar alle personen en rechtspersonen die meer dan één perceel gehad hebben, al is dat conform de regels en procedures geweest, meer dan één, dat we die anderen gaan intrekken en aan andere personen gaan geven. Personen die dringend en lange tijd wachten op een stukje perceel. Dat we hun die percelen allemaal gaan geven. Daar is er een listing. Tweede wat we beslist hebben, namelijk dat op 26 juli aanstaande, dit was al gepland, zullen starten met de toewijzing van percelen naar de meer dan 70.000 mensen die zich hadden laten registreren voor perceel aanvraag. Of het nou gegaan is via het digitaal systeem, of het gegaan is via DC-structuren of andere structuren, de start. Er zijn meerdere zaken die zullen worden aangepakt. Met name zal er worden gekeken naar de dubbele functies van personen, vooral in de RVC's van de staatsbedrijven. In ons nieuwsbulletin vanmorgen komen we terug op deze regeringspersconferentie.